Wat een weekend was het op de Japanse Grand Prix. Red Bull heeft zeker zijn stempel gedrukt en heeft dit jaar het constructeurskampioenschap op stijlvolle wijze binnengehaald. Max Verstappen, de man van het moment, liet een buitengewone prestatie zien en behaalde een van zijn meest dominante overwinningen van dit seizoen. Maar het weekend was niet zo rooskleurig voor zijn teamgenoot Sergio Perez. Een reeks ongelukkige incidenten leidde tot zijn uitval, een schril contrast met de triomf van Verstappen. Ondertussen was Charles Leclerc weer in vorm en zorgde hij voor een opmerkelijke show voor Ferrari, waarbij hij zijn teamgenoot, Carlos Sainz Jr., overtrof. Een boeiend weekend vol snelheidsdrama, verrassingen en een vleugje teleurstelling. Absoluut spannend. Dames en heren, een hartelijk hallo van uw gastheer, Enzo. Zoals altijd brengen we u het laatste nieuws en de hoogtepunten uit de wereld van de Formule 1 hier op Formule een Passie. Vandaag word ik vergezeld door een absolute parel van een commentator, William, die een schat aan kennis met zich meebrengt. Niet waar, William? Dat klopt, Enzo Watts. Altijd klaar voor weer een spannend gesprek. Geweldig. Onthoud, mensen. Als je geniet van onze dagelijkse samenvatting van alles wat met Formule 1 te maken heeft, zorg er dan voor dat je op die abonneerknop klikt, je meldingen inschakelt, een reactie achterlaat en het deelt met je vrienden. Elke vorm van steun helpt ons om deze show gaande te houden. Ik zeg het je nu, de aflevering van vandaag is er een die je niet wilt missen. We hebben enkele fascinerende inzichten van de Grand Prix van Japan. Er waren verbazingwekkende prestaties, een beetje hartzeer en heel veel actie op hoge snelheid. Ik beloof je, je zult sommige van de dingen die we te delen hebben niet geloven. Dus, houd je oren gespitst. Op dat punt, laten we ervoor gaan, vol gas. Laten we eens wat dieper ingaan op de prestaties tijdens de Grand Prix van Japan, zullen we? Het weekend werd absoluut gedomineerd door Max Verstappen, die op opmerkelijke wijze zijn 12e overwinning behaalde van de 23 in totaal. Vanaf polepositie tot aan de finishlijn leek hij nooit in gevaar te zijn om uitgedaagd te worden. Is dat niet een bewijs van dominantie? Zijn racetempo was niets minder dan metronomisch en zijn snelste ronde was meer dan een seconde sneller dan die van Norris. Hoe zit dat? En wat opmerkelijk is, is hoeveel hij waarschijnlijk aan het cruisen was. Het is moeilijk om deze overwinning op hetzelfde niveau te plaatsen als zijn triomf in Spa. Absoluut fascinerend. Helemaal juist. Aan de andere kant had Sergio Perez een wat moeilijk weekend. Hij begon redelijk goed door als vijfde te kwalificeren, maar daarna namen de zaken een behoorlijke wending. Hij liep schade op bij de start van de race, moest straffen uitzitten en uiteindelijk moest hij de race staken. Een behoorlijk contrast met de prestatie van Verstappen. Inderdaad, het laat maar weer zien hoe onvoorspelbaar de sport is, niet waar? Dat doet het zeker. Ik kan niet anders dan me verwonderen over de enorme hoeveelheid adrenaline, de competitiviteit en de emotionele achtbaan die de Formule 1 is. Wat vinden jullie, beste luisteraars? Zijn jullie net zo gegrepen door deze updates als wij? Laat het ons zeker weten en vergeet niet op die like-knop te drukken als jullie van de content genieten. Bedankt voor het afstemmen en laten we weer in de actie duiken, niet waar? Voorwaarts gaan we. Laten we het nu hebben over de rest van het veld en Charles Leclerc. Na een dip in vorm was Leclerc weer in topvorm in Suzuka. Hij kwalificeerde zich als vierde en wist zelfs een Red Bull voor te blijven. Hij behield zijn positie in de openingsronde en slaagde erin om zowel Alonso als Ocon op dezelfde ronde in te halen. Hij eindigde als vierde, een mooie 5 seconden voor Hamilton. Zou je niet zeggen dat dit een bewonderenswaardige prestatie is in een auto die niet kon strijden voor een podiumplek? Absoluut. Het getuigt van zijn vaardigheid en vastberadenheid. Maar kan ik jullie nog een paar voorbeelden geven van zijn indrukwekkende manoeuvres? Oh, zeker weten. Denk bijvoorbeeld aan zijn kwalificatieronde die goed genoeg was om Perez achter zich te laten. Of denk aan hoe hij Russell wist te achterhalen en voorbij te gaan voor de 4e plaats. Dit zijn slechts tekenen van hoe hij weer in vorm was en klaar stond om een indruk te maken. Nu gaan we verder met Carlos Sainz Jr. Hij had een degelijke race en kwalificeerde zich als 6e. Hij gaf toe dat hij moeite had met zijn afstelling, maar slaagde erin om bij de start een plek te winnen ten koste van de beschadigde Perez. Hij reed achter Leclerc op de 5e plaats. Hij maakte enkele goede inhaalacties, waarbij hij Hamilton wist te achterhalen en Russell voorbijging voor de 6e plaats. Klinkt als een race van volharding voor Sainz. Zijn er nog andere opmerkelijke prestaties? Zeker weten. Laten we George Russell als voorbeeld nemen. Hij startte als 8e en slaagde erin om zich staande te houden tussen de koplopers. We zullen zeker nog dieper ingaan op zijn prestaties en die van anderen zo meteen. Maar voor nu gaan we verder met het ontrafelen van dit spectaculaire drama dat zich ontvouwde tijdens de Grand Prix van Japan. Laten we nu verder gaan met George Russell, zullen we?
Russell kwalificeerde zich op de 8e positie, slechts een haartje achter zijn teamgenoot qua rondetijd. Ondanks dat hij een plek verloor aan Alonso bij de start, maakte hij een gedurfde zet door op de medium banden te blijven terwijl zijn concurrenten om hem heen naar binnen gingen, waardoor hij op een gegeven moment op de 2e plaats belandde. Hoewel hij Sainz niet kon tegenhouden, leverde hij een flinke strijd om de 7e plaats veilig te stellen. Het lijkt erop dat Russell de enige coureur in de voorhoede was die dapper genoeg was om een eenstopstrategie te proberen. Wacht even, wacht even. Zou je het erg vinden als ik even verduidelijk waarom een eenstoprace zo onwaarschijnlijk is? Maak je een grapje? Het is net zo voor de hand liggend dat een eenstoprace onwaarschijnlijk is als het feit dat auto's rondjes rijden op een circuit. Nou, er kunnen mensen zijn die nieuw zijn in de Formule 1 en luisteren, weet je. Eerlijk gezegd, ik denk dat mensen die nieuw zijn misschien wel genoeg hebben van uitleg over de basis en van kanaal zullen veranderen. Integendeel, ik denk dat het nog steeds interessant kan zijn, zelfs als het heel eenvoudig lijkt. Goed, punt genoteerd. We zullen er rekening mee houden voor toekomstige afleveringen. Nu over naar Pierre Gasly. Hij behaalde opnieuw punten na een degelijke prestatie gedurende het weekend. Ondanks dat hij tijdens de 2e trainingssessie aanzienlijke schade aan de voorkant veroorzaakte, herstelde hij zich goed en kwalificeerde hij zich als 12e. Hij moest ook zijn 9e plaats opgeven om Ocon bij de finish door te laten. Ik heb gehoord dat er een gerucht gaat dat Gasly eigenlijk werd gevraagd om zijn plek op te geven als onderdeel van een weddenschap die hij verloor van Ocon tijdens een pokerspel. Is dat waar? Oh, kom op zeg. Dat is pure speculatie. Onthoud dat het essentieel is om feiten te controleren bij betrouwbare bronnen. In de Formule 1 zouden dat de officiële Formule 1 website of Banderantes zijn, de officiële F1-uitzender in Brazilië. Oh, geen probleem. Geen excuses nodig. Het is altijd goed om voorzichtig te zijn en bronnen te controleren voordat je iets gelooft. Bedankt voor je begrip en ik ben blij dat we dit kunnen bespreken. Geen zorgen. Nu over naar Norris. Door 2 opeenvolgende podiumplaatsen te behalen in Suzuka, heeft Norris mogelijk het beste resultaat behaald waarop hij had gehoopt, met Verstappen duidelijk aan de leiding. Ondanks dat hij nipt werd verslagen door zijn teamgenoot op de eerste startrij, slaagde hij erin om bij de start voorbij Piastri en Verstappen te komen en eindigde uiteindelijk als 2e. Laten we het nu hebben over een opkomende ster in de Formule 1, Oscar Piastri. Ondanks dat het zijn eerste keer was op Suzuka, toonde Piastri opmerkelijke vaardigheden. Hij slaagde erin om zijn teamgenoot te verslaan in de kwalificatie en vanaf de eerste startrij te vertrekken. Hoewel hij niet helemaal kon bijblijven bij Norris, wist hij toch zijn eerste podiumplaats in zijn carrière veilig te stellen. Dan hebben we Valtteri Bottas, die het wat moeilijk had op Suzuka. Ondanks zijn 16e plaats in de kwalificatie. Excuses voor de verwarring. Bottas kwalificeerde zich inderdaad op de 16e plaats, niet op de 20e plaats. Bedankt voor de correctie. Oh, juist, mijn excuses. Ik sprak me verkeerd uit. Bottas kwalificeerde zich in de 16e plaats en helaas raakte hij verwikkeld in een beetje gedoe bij de start, wat schade aan zijn auto veroorzaakte en uiteindelijk leidde tot zijn uitval uit de race. Bedankt dat je die fout hebt opgemerkt, maat. Geen probleem, we maken allemaal wel eens fouten. Ik vond het gewoon belangrijk om de feiten recht te zetten voor de luisteraars. Laten we nu overgaan naar Joe Guanyu. Joe had een gemiddelde prestatie met een kwalificatie op de 19e positie en een 13e plaats als eindresultaat. Hij had een redelijk goede start, maar was helaas ongelukkig genoeg om brokstukken van een ongerelateerde botsing te raken. Ondanks deze tegenslag wist Joe een stabiel tempo aan te houden gedurende de hele race. Ja, alles bij elkaar genomen leek het een vrij stabiele race voor hem te zijn. Laten we nu Lance Stroll bespreken. Zijn prestatie was enigszins ondermaats. Ondanks dat hij een auto heeft die in staat is om in de top 10 te eindigen, lukte het hem niet helemaal om dat waar te maken. Hij begon op de 17e plaats, maar moest helaas uitvallen vanwege een defect aan de achtervleugel. Dat klinkt inderdaad als een ongelukkige samenloop van omstandigheden voor Stroll. Ja, absoluut. Het is echter belangrijk om te onthouden dat dit soort dingen kunnen gebeuren in de racerij. Wat telt is hoe je hiervan herstelt en weer terugkomt. De ervaren Fernando Alonso liet ons nogmaals zien waarom hij een van de meest gerespecteerde coureurs op de grid is. Hoewel hij zich als 10e kwalificeerde, wist hij in de eerste ronde 4 plaatsen te winnen en bleef hij in de top 6 tot zijn pitstop voor harde banden. Ja, de strategie van Fernando en zijn vermogen om het maximale uit zijn auto te halen is echt opmerkelijk. Helemaal juist. Hij toonde geweldig talent door als 8e te eindigen, wat behoorlijk indrukwekkend is gezien de concurrentie. Nu, over naar Kevin Magnussen. Hij had het een beetje zwaar, niet waar? Dat is één manier om het te zeggen. Hij kwalificeerde zich als 15e, maar helaas werd hij na slechts 12 ronden geraakt door Perez. Dat is jammer,
Het verpestte zijn race en hij eindigde uiteindelijk als 15e op 1 ronde achterstand. Inderdaad, een zware tegenslag voor Magnussen. En tot slot laten we het hebben over Nico Hülkenberg. Ondanks de zorgen over hoge bandenslijtage wist Nico als 14e te eindigen. Gezien de omstandigheden is dat helemaal niet slecht. Maar wat mij verrast is hoe goed hij die harde banden wist te beheren. Wat vind jij ervan? Dat is zeker een bewijs van zijn rijvaardigheid, zou ik zeggen. Het beheren van bandenslijtage is geen gemakkelijke opgave, vooral niet in uitdagende omstandigheden. Nico toonde grote vastberadenheid en vaardigheid. Nu over naar Yuki Tsunoda. Hij presteerde bewonderenswaardig voor zijn thuispubliek. Met een 9e plaats in de kwalificatie verloor hij een paar plaatsen bij de start, maar slaagde er toch in om als 12e te eindigen. Inderdaad, het moet heel bijzonder voor hem zijn geweest om op eigen bodem te racen. Ja, en heb je de geruchten in de paddock gehoord? Er wordt gesproken over Tsunoda die bijzonder gemotiveerd is voor deze race vanwege de steun van het thuispubliek. Hahaha, alsjeblieft zeg. Dat zou zeker een factor kunnen zijn, maar laten we ons niet bezighouden met roddels. Oké, helemaal goed. Laten we het nu hebben over Liam Lawson. Zijn prestatie was solide gedurende het hele weekend. Hoewel hij het niet tot Q3 heeft geschopt, slaagde hij erin net buiten de punten te eindigen op de 11e plaats. Ja, Lawson laat inderdaad zien wat hij als coureur in zijn mars heeft. Het is bemoedigend om zo'n talent op te zien komen in de ranglijsten. Onze laatste coureurs op de lijst zijn Alexander Albon en Logan Sargeant. Laten we beginnen met Albon. Hij kwalificeerde zich op de 13e positie, maar na een botsing met Bottas moest hij zich terugtrekken vanwege de resulterende schade. Een zeer ongelukkige manier om de race te beëindigen, vind je niet? Absoluut. Albon had gewoon geen geluk aan zijn zijde in deze race. Hij bevond zich zeker in een redelijke positie om te beginnen, maar soms gebeuren dit soort dingen gewoon in de racerij. Inderdaad, het hoort bij de sport. Nu over naar Logan Sargeant. Ik moet zeggen, hij had het behoorlijk zwaar in Suzuka. Hij begon in de pitstraat met een tijdstraf van 10 seconden en raakte vervolgens opnieuw betrokken bij een botsing met Bottas bij de herstart. Uiteindelijk moest hij zich terugtrekken. Ja, het was een zwaar weekend voor Sargeant. Dat incident met Bottas was echt ongelukkig. Hij is een veelbelovende coureur, maar dit weekend was niet zijn beste optreden. Hij zal zeker sterker willen terugkomen in de volgende race. William, laten we even kijken waar de fans online over praten. Komt er iets interessants naar voren? Ah, nou, er is een levendige discussie gaande over de toekomst van Liam Lawson in de F1. Gebruiker RacingFan96 zegt, en ik citeer, het gerucht gaat dat Lawson heeft ingestemd met een rol als reserve of simulatierijder in 2004, in ruil voor een contractuele verplichting van Red Bull of AlphaTauri om hem een racestoel te geven in 2005. Einde citaat. Dat is behoorlijk intrigerend. Ja, en daar is behoorlijk wat reactie op. Gebruiker Krijgasm 2233 reageert, en ik citeer, dat is echt een geweldige deal voor hem. Hij krijgt een gegarandeerde stoel bij Ad en als hij zijn prestaties op peil houdt, neemt hij na een jaar het stokje over van Perez of Rick bij RB, einde citaat. Er worden nog meer interessante dingen gezegd. Wat dacht je hiervan? Gebruiker F1 Fanatic 99 zegt, en ik citeer, ik denk dat dit een slimme zet is voor Lawson. Het geeft hem de kans om ervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen voordat hij een volledig racestoeltje krijgt. Het kan hem echt helpen om zijn potentieel te benutten, einde citaat. Nou, er is wel wat scepties. Gebruiker Splashbots deelt het volgende, en ik citeer, ik ben behoorlijk cynisch, maar ik vertrouw dit soort contracten niet. Ik denk niet dat ze het papier waard zijn waarop ze geschreven zijn. Red Bull zal zeker genoeg achterdeurtjes hebben om in 2025 elke gewenste coureur te hebben. Zeker nu AlphaTauri volgend jaar van naam verandert, kan dat het contract al ongeldig maken, einde citaat. En zo is het. De fans hebben altijd hun eigen kijk op de dingen, niet waar? Dat was het dan voor de aflevering van vandaag van Formule en Passie. We hebben enorm genoten van het bespreken van de laatste race, het bespreken van de prestaties van de coureurs en natuurlijk het voeren van wat gezellige Formule 1 discussies. We willen jullie allemaal bedanken voor het meedoen en moedigen jullie aan om je te abonneren en op die meldingsbel te klikken, zodat je nooit een toekomstige aflevering mist. Vertel je Formule 1 liefhebbende vrienden en familie over ons kanaal en neem even de tijd om een reactie achter te laten. Hey, vooral als het een opmerking is over Perez die een midlife-crisis heeft. We staan hier altijd open voor een lach. Onthoud dat we elke dag live zijn en je voorzien van alle Formule 1-roddels die je maar aan kunt. En laten we zeggen dat we wat sappige onderwerpen voor je in petto hebben. We waarderen oprecht jullie tijd en steun. Het was een genoegen om jullie vandaag te ontvangen en we kunnen niet wachten om het allemaal opnieuw te doen in de volgende aflevering. En onthoud, mensen, gas erop,
Houd je ogen op de weg. De inhoud van ons kanaal is puur goud. Tot de volgende keer.